En hoe oud zijn deze deelnemers? Want het is geen sport voor kleine kinderen. Zowel, terwijl... Ja, we zijn vandaag in Zeeland met een nieuwe sport die over is komen waaien uit Scandinavië. Ja, achter jou het ouderwetse paard. Maar wat hebben we hier in onze handen? Ja, hier zo hebben we een hobbyhorse. Ja, de hobbyhorse. Ja. Wat is de hobbyhorse anders dan het paard achter jou? Nou ja, een hobbyhorse is dus eigenlijk gewoon een soort van professionelere versie van een stokpaard. En wat kan je hiermee? Ja, hiermee kan je gaan dressuren, gaan springen, over de hindernissen vliegen. Ja. Wacht even, want je moet even hier kijken. Oh, Delia. We hebben hier een hobbyhorse in onze handen. Wat is een hobbyhorse verschillend van een ouderwets stokpaardje zoals we die kennen? Nou ja, een ouderwets stokpaardje die lijkt wel een klein beetje op een paard. Maar die hobbyhorses die probeer je zo realistisch mogelijk na te maken van een echt paard. Als we hem eventjes hiernaast houden... Was dit ook de inspiratie? Nee, niet helemaal, maar de vorm natuurlijk wel, hè, van het hoofd. Ook in Scandinavië is het een grote sport. Wordt er ook veel geoefend voor dit soort wedstrijden? Ja, hier wordt echt heel veel voor geoefend door deelnemers. Ja, die zijn hier gewoon iedere dag mee bezig om te trainen. En hoe oud zijn deze deelnemers? Want het is geen sport voor kleine kinderen. Het is geen sport voor kleine kinderen, terwijl hobbyhorse of stokpaardjes dat normaal gesproken wel zijn. Ja, stokpaardjes worden heel vaak door wat kleine kinderen gebruikt. Maar bij hobbyhorsing gaat het ook vooral om tieners. Dus ook mensen van tussen de 12 en de 18 jaar oud, ja. Soms zelfs nog wel wat ouder. Wat zijn de speltechnieken van hobbyhorse rijden? Nou ja, je gaat beginnen met stap. Dus zo lopen. Dan kunnen we ook nog draven. Dan ga je iets sneller. En galopperen, dat is de snelste gang. Zullen we even naar het echte veld? Ja, dat is goed. Top. Laat eens eventjes anders een sprongetje zien. Ja, helemaal goed. Nou, en zo spring je dus dan. Daar ging de sprong. Mag je hem ook even loslaten af en toe? Nee, officieel mag dat eigenlijk niet. Nee, je paard moet je blijven vasthouden. Ook, nou, laten we eens echt gaan starten. Heb je tips? Vooral proberen elegant te lopen en goed voorwaarts te blijven. Zie jij die twee bomen daar? Jazeker. Durf je het aan? Jazeker. Oké. In galop. Oké. Kan je direct met een paard vanuit één keer in galop? Ja, als je een heel snel paard hebt wel, ja. Oké, helemaal goed. 3, 2, 1. Heb je nou enorm genoten van deze fantastische video en wil je nooit meer wat missen van de mooiste omroep van Nederland? Abonneer je dan hier op dit kanaal. En like deze video, als je dan toch bezig bent. Is dat lekker?